Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Peppmeyer. Ik ben hoofdredacteur van Topher en werk als trainer en coach in de kappersbranche, maar ook voor andere kleinere ondernemers. Dit is mijn 202e vlog op zondag en vandaag gaat het over de vraag wat is eigenlijk het verschil tussen prijs en waarde van een product of van een dienstverlening? Nou, de prijs... Ja, dat is simpel, dat is een vaststaand item. Want wat is de prijs? Dat is heel simpel. Een prijs is wat iets kost. Dus de kostprijs, de kosten die je maakt en de winst die daarop hoort. Want anders kun je niet leven. Dus de prijs is een wat star gegeven. Daar kun je niet zoveel aan turnen. Je kunt dus niet zeggen: Nou, mijn klanten vinden de prijs te hoog, dus die kan ik lager doen. Nee, dat kun je niet. Want dan werk je onder de kostprijs. Wat is dan de waarde? De waarde van een product of in dit geval een ambachtelijke dienstverlening, dus een behandeling bij de kapper, ziet elke klant anders. Want als jij een behandeling hebt, en daar zijn mensen die waarderen deze behandeling, dus die, die hechten de waarde aan, dan is de prijs. Van deze waardevolle behandeling, behandeling relatief laag. Als er mensen zijn die het niet interesseert, die behandeling, en die nemen dat toch, dan is de prijs relatief hoog, want ze hechten eigenlijk geen waarde aan. En daar moet je maar tussendoor schipperen. Uh, daarom zijn ook uh, de discussies over de prijs zo zinloos, want die win je natuurlijk nooit, want de ene klant vindt iets te duur en de andere klant vindt dat niet. En dan krijg je een discussie over de prijs en een prijs kun je niet verlagen. Die, als de kosten stijgen en dat doet het op het ogenblik alles en alles wat duurder, dus ook de kapper, dan krijg je weer de discussies over de prijs. Hou op daarmee. Ga communiceren welke waarde jouw product heeft. Heeft of jouw dienstverlening. En aan de waarde kun je elke keer iets doen. Uh, je kunt dus bij een prijsverhoging kijken van hoe kan ik de waarde van deze behandeling, die ik nu waar ik nu de prijs van moet verhogen, hoe kan ik de waarde van deze behandeling verhogen? Je begrijpt al. Dat is iets wat ik in mijn seminaars uh, bespreek en ook op een, tijdens de één op één gesprekken. En dat ik je niet binnen vijf minuten of vier minuten in zo'n vlog uh, dat allemaal uit kan leggen hoe je dat doet, dat gaat ook niet. Uh, uh, want ik ben natuurlijk geen goochelaar, want als ik een goochelaar was, dan zou ik nu in de circus werken uh, en, en, en niet als kapperscoach. Dus dat kan ik je niet in vijf minuten uitleggen. Maar de waarde van iets is, is belangrijk. Over een prijs krijg je discussies, maar de waarde moet je communiceren. En dat is juist het moeilijke wat veel kappers dan niet kunnen. Ken jij überhaupt de waarde van jouw behandelingen? En, eh, of ken je alleen maar de prijs? En wat is dan dat verschil? En hoe kun je de waarde communiceren? En ook hoe kun je de waarde van iets verhogen? Wat wij vaak doen is. Als een klant uh, over de prijs met ons wil discussiëren, dan zeggen we ja, de kosten zijn gestegen. En dat is precies dat wat de klant niet wil horen. De klant weet dat wel, dat de, hij of zij de kosten moet betalen, maar wil het eigenlijk helemaal niet weten. En als jij dat ook nog zegt, ja, maar de kosten zijn gestegen, dan zegt de klant ja, wat heb ik met jouw kosten te maken? Weet je, ik, de, de consument interesseert het geen moer, wat voor kosten jij hebt en dat je die op de via de prijs moet verrekenen. Dat wil je niet eens horen. Dus ga, daar ook niet, ga het daar ook niet over hebben. De consument denkt alleen maar: ja, wat heb ik met jouw kosten te maken? Had je maar geen ondernemer moeten worden, zegt hij dan. Maar dat willen wij dan weer niet horen. En dan gaan we in discussie en die discussie verliezen we. Maar terug naar de waarde. Er zijn dus mensen die. Hechten geen waarde aan meer uitstraling. Die hechten geen waarde aan bijzondere behandelingen. Die hechten weinig waarde aan een mooie kleur. En als jij dan komt met een product, wat natuurlijk een prijskaartje heeft, en je wil dat aan iemand verkopen, die daar geen waarde aan hecht, dan krijg je dat soort discussies van over de prijs. Daarentegen zijn er klanten die daar wel waarde aan hechten, die zeggen: ja, ik wil met behulp van een kleur, wil ik me zelfbewustzijn verhogen. Ik wil mijn uitstraling verhogen. En dan is de prijs relatief onbelangrijk. Want de klant ziet de waarde daarvan. En zegt ja, dat is een behandeling die je hebt, die, die zou ik graag willen hebben. Want ik zie de waarde daarvan, want ik ben het mij waard, zeggen ze dan. En dan hoor je het al, ik wil dat graag hebben en dan is de prijs minder belangrijk. Nemen we even een auto erbij. Waarom kopen sommige mensen een grote auto en andere mensen een kleine auto? Dat is een vraag. Dat heeft natuurlijk met de prijs te maken. Er zijn mensen die kunnen een kleine auto betalen en een grote niet. Dus kopen ze een kleine. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk een grote auto niet kunnen betalen en toch kopen ze hem. Waarom? Omdat ze plezier beleven, omdat een auto hun status verhoogt. Omdat ze zeggen: Ja, ik ben het mij waard in zo'n auto te rijden. En wat doen ze dan? Ze sparen ervoor. Maar dan zouden ze het niet meer kunnen kopen. En dat is bij de kapper precies hetzelfde. Als jij status kunt verkopen, bijvoorbeeld aan, aan een consument die, die waarde hecht aan status, en jij bent een dure kapper, dan kijken mensen. Niet naar de prijs, maar ze gaan graag naar een dure kapper uit, uh, om hun status daar te verhogen. Niet alleen voor anderen, uh, ook voor zichzelf. Dat ze, dat ze zeggen: Nou, ik kan het mij permitteren, ik ben het mij waard om naar een kapper te gaan die iets duurder is. En dan verzinnen ze allerhand waardes, die verzinnen ze zelf, waarom ze naar die kapper gaan. Dus met auto's ook. Als je dan mensen vraagt: waarom koop je dan zo'n dure auto? Dan hebben zij. Allemaal uh, waarden verzonnen waarom zij die grote auto moeten hebben. Gemak, snelheid, uh, omdat ze het mooi vinden. En dat hoef je niet eens te verkopen, die, die waardes. Die, die, die verzinnen mensen zelf. Zo simpel zit leven in elkaar mensen. Dat weet je toch ook. Als je een beetje van psychologie uh, uh, ooit uh, gehoord hebt, dan weet je toch hoe mensen in elkaar zitten. Nou, hoe kan je nou de waarde van je. Uh, behandelingen verhogen. Nogmaals, dat vertel ik in, uh, in mijn seminars en dat bespreken we ook in één op één uh, coachings. Wat, is, wat zou de waarde van een dienstverlening kunnen verhogen? Het is bijvoorbeeld gemak. Uh, je, uh, je werkt snel, je werkt gepland, je werkt op tijd, dat is één ding. Je hebt een paar dingen opgeschreven. Dat is dus de snelheid van werken. Dan de service die je verleent. Dat is een waarde die een behandeling opwaardeert. Maar stel dat jouw service heel hoog is en mensen hechten er geen waarde aan, dan vinden ze de prijs te hoog. Als ze er wel waarde aan hechten, dan vinden ze de prijs niet te hoog. Ik kan me herinneren aan klanten toen in mijn eigen kapsalons. Uh, ik gaf ook elke klant een koffie. Dat mensen gewoon soms zeiden: Ja, maar ik kom hier niet voor de koffie, ik kom hier gewoon voor mijn haar. En dan ga jij daar een koffie geven. Dat, dat hoeven ze allemaal niet, want daar hechten ze stomweg geen waarde aan. Want die zeggen dan ook: Als ik koffie wil drinken, ga ik naar huis. Of ik ga ergens lekker op een terrasje zitten, maar dat hoef ik niet bij de kapper. Dus wat geef je aan mensen een waarde die zij niet waarderen? En zo zijn de andere dingen in de service die. Sommige mensen wel waarderen en andere mensen niet. En dan komt weer de prijs. Mensen die het wel waarderen vinden de prijs oké, okay. mensen die het niet waarderen vinden de prijs te hoog. Zo is het toch heel simpel eigenlijk allemaal? Dan de ambachtelijke kwaliteit. Dat kan een waardeverhogend iets zijn. Dat mensen weten, ja, mijn kapper. die gaat regelmatig uh, naar educatieve uh, evenementen. die gaat cursussen doen. die gaat ze personeel trainen. Dus die is aanbachtelijk. is die uh, topfit. En daar hecht ik waarde aan. Dus ik betaal dat heel graag. Een andere klant die daar geen waarde aan hecht. die gewoon zegt. Uh, als mijn hamer af is of zo. Hè, die. die Vind dan, beste kapper, wat kan mij dat schelen dat jij naar een cursus gaat? Ga maar lekker mijn haar knippen. En naar welke cursus dat je gaat, dat interesseert mij niet. Dan is de prijs alweer te hoog. Dan de vriendelijkheid van het personeel, van jezelf. Daar hechten sommige mensen waarde aan. En dan betalen ze ook meer geld, want medewerkers die vriendelijk zijn. Dat zijn ook niet de eerste beste, maar dat zijn mensen die je uitgezocht hebt en die je getraind hebt. En andere mensen, dat kan mij het schelen of die met een uh, zure bek rondloopt, of, of dat die met een smiley, als Mahama af is, hè, dan komt het weer. Hecht je er waarde aan? Ja, nee, is de prijs daardoor te hoog? De, uh, snap je? Heel simpel allemaal. Dan. Uh, uh, sommige mensen hechten waarde aan naar een kapper te gaan die probleemoplossingen vinden. Want mensen hebben soms problemen. Uh, dat kan zijn uh, jeuk op je kop, uh, um, haaruitval, wit, ik veel wat, schilvers. En als je dan naar een kapper gaat met die daar iets op verzint, ja, dat kost allemaal geld. Want een kapper die alleen maar knipt en die voor de rest. Euh, niks doet en die ook oplossingen niet vindt, ja, die is natuurlijk goedkoper. Dat is toch logisch. Er zijn ook andere oplossingen. Mensen komen en zeggen: Ik wil graag meer volume in mijn haar. En, en dan ben je misschien mijn kapper die hair extensions heeft. Ook hair extensions, dat is weer duur. En hecht je daar nou waarde aan of niet? Dan professioneel adviseren bijvoorbeeld. Hoe belangrijk vind je dat? Als het alleen maar belangrijk voor je is dat je overtollig haar verwijderd is. Dan interesseert je dat niet als je kappen professioneel adviseert. En die, dan, heb je ook, dan, dan accepteer je ook die prijs niet die daarachter staat. Uh, die die kappen stel voor vragen. Dan, ja, wat ik al zei, dat, dat, de status is natuurlijk ook een, een, een item, die vergeten we altijd. Mensen willen ook soms graag, die er waarde aan hechten, die aan status waarde hechten, die zeggen ik ben het me waard... Ik ga heel graag naar een kapper die iets duurder is, maar ik krijg iets voor mijn geld. Zo. Nogmaals, wat is nou het verschil tussen prijs en waarde? Prijs is een vaststaand ding. Daar kun je niet, die kun je niet de ene dag omhoog en de andere dag omlaag schroeven. Daarom is dat, vind ik dat met kortingen altijd zo gek. Kortingen op dienstverleningen, dat is iets wat helemaal onlogisch is. Want de prijs is de prijs uh, en die is berekend op grond van je kosten en op grond van die winst die erop zit. Dus je kun je niet de ene dag omhoog schroeven. Want het is niet zo dat de ene dag de kosten hoger zijn dan de andere. De kosten, dat is een vaststaand gegeven. Daarom is de prijs ook een vaststaand item. Daar kun je niet uh, kortingen op geven, dus dat is vaststaand. Maar de waarde is dan dat wat je voor die prijs biedt. En als je prijsverhogingen doet... Kijk dan even of je de waarde van die dienstverlening, van je, van je behandeling, of je die kunt verhogen. Zodat je die discussies ontloopt met de klanten over de prijs. En nogmaals, er zijn mensen die hebben hoge verwachtingen en er zijn mensen die hebben lage verwachtingen. En het is zo moeilijk, die spagaat, om al die klanten met die hoge en die lage verwachtingen in één kapsalon te moeten helpen. Dat is iets wat ik vind dat niet kan. Je hebt dus eh, eigenlijk kapsalons waar mensen komen met een lager verwachtingspatroon. En je hebt kapsalons waar mensen komen met een hoger verwachtingspatroon. Maar je hebt niet beide. Want ja, ik, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Dan moet je met die ene klant zo en met die andere klant zus doen. Dus dat noem ik dan doelgroepenbeleid. Dat is eh, naar, naar je ideale klant zoeken. Oké, okay, lieve mensen. Ik wens jullie voor volgende week weer heel veel wijsheid. En we zien en spreken elkaar volgende week zondag. Dag, dag.